Samen met de Golden Chestplate. Waarschijnlijk komt er nu een wijsneus die zegt dat ik het had kunnen repairen of zo. Well, go and fuck yourself. Maar Bob repaired niets. Hey guys, girls, what's up? Ik ben Bob hier, welkom bij een nieuwe serie waarvan ik in de afgelopen video's al zei dat die zou komen. Dit is namelijk de Nethercrack server. Het is eindelijk zover. De server doet het, Minecraft doet het. Ik heb net 8 minuten staan wachten tot de regen voorbij was. Dus ja, let's go, let's roll. Dus de reden waarom ik op dit eiland ben, laat ik dat eerst even duidelijk maken, is omdat ik op zoek ben naar schapen. Niet de zwarte, maar de witte. Want die witte die ga ik scheren en de wol ga ik gebruiken voor een tapijt in mijn huis. En mijn huis staat daar. Ik zal zo even een tour doen van mijn huis als we er zijn. Verder staat daar nog een huis ergens, volgens mij van Arwin, maar hou me er niet aan vast. Ik dacht van Arwin. Ik ben er 1 keer per ongeluk geweest toen ik verdwaald was. En ik heb het nooit terug kunnen vinden. En verder staat daar nog een huis in de woestijn. En dat huis is van Kingo. Dus ja, dat huis weet ik wel te vinden, aangezien ik er vaak naartoe ga voor enchantments. Want ik gebruik zijn enchantment table. Dus ja, er waren ook vragen van, is de Nethercrack server, is dat die server met Kingo en GamesXL en blablabla? Bla bla? Ja, dat is inderdaad die server met GamesXL, Kingo en blablabla. Bla bla. Alleen noem ik Kingo Congo, omdat ik hem geen king wil noemen. Dus ja, Congo's huis is daar, mijn huis is daar, Arwin's huis is denk ik daar. Heb ik toestemming om hem Congo te noemen? Nee. Kan het me schelen? Kan het me niet schelen? Nee, eigenlijk ook niet. Nee. Goed, anyway. Schapen gescheren zoals ik al zei. We hebben nu 4 wol. We gaan iets meer nodig hebben dan dat, vrees ik. Daar is nog 1. Zitten we op 6 wol. Geen idee wat dit is trouwens. Oh ja, en waarom zit ik in de swamp? Omdat nog niemand anders in de swamp zat. Er waren zoveel mensen in de woestijn. Ik heb ook heel veel huizen volgens mij niet gezien trouwens. Ik zit ook nog niet zo heel lang op de server. Ik heb gewoon een beetje basic dingen heb ik gedaan. En verwacht ook niet dat ik, weet ik veel, gigantisch super diamond armor aan heb. Met allemaal enchantments met protection 3 of 4 of zo. Weet ik veel wat het hoogste is, ben ik het alweer vergeten. Anyway, nee, mijn armor is vrij slecht. En zo te zien is het op het punt om kapot te gaan. Ik gebruik het al een tijdje. Maar geen zorgen, ik heb gewoon genoeg iron en zo. Iets van, weet ik veel, 6 stacks of iron. Dat is niks vergeleken bij de anderen, maar het is genoeg. Ik heb ook nog een paar diamonds. Ik heb volgens mij 13 diamonds thuis, zal ik zo meteen even kijken. En ik heb een diamond pickaxe bij me met Unbreaking 3. Dat is een behoorlijke kut enchantment, aangezien ik er 30 levels aan besteed heb. Verder heb ik een diamond shovel, die is fucking goed. Efficiency 4, Unbreaking 3 en Silk Touch 1. Ook 30 levels. Diamond Sword niet geenchant. En de Diamond Axe is Efficiency 4 met Silk Touch 1. Ook 30 levels. En ik heb nu 24 levels, dus daar moeten we binnenkort wat mee doen. Aangezien mijn pickaxe bijna kapot gaat, gaan we die waarschijnlijk besteden aan een nieuwe pickaxe. Goed, wat praat ik een beetje op rare intonatie? Oh well, whatever. Goed, schapen. Volgens mij waren er een heel stuk meer. Ik speel trouwens gewoon weer op dezelfde graphics en zo met fast. Graphics fast, smooth lighting maximum, brightness 35%. Render distance far, performance max FPS, bla bla bla, al die onzin. En ja. Oh, het wordt nacht. Shit. Ik heb zo lang staan wachten tot die regen voorbij was dat het nu alweer nacht wordt. Even kijken. Kingo is nu online. Trouwens, die nummers naast de naam, zoals je nu kan zien. Bij Kingo staat 27, bij mij staat 1. Volgens mij staat dat voor het aantal keer dat je bent doodgegaan. Ik ben namelijk 1 keer doodgegaan en Kingo waarschijnlijk 27 keer. Daarmee zeg ik niet dat Kingo slecht is. Ik zeg Kingo. Ik moet Congo zeggen. Daarmee zeg ik niet dat Congo slecht is. Maar hij zit gewoon waarschijnlijk langer op de server dan ik. Nou, dat sowieso. En weet ik veel. Hij is gewoon vaker doodgegaan op de een of andere manier. Boeien. YOLO. Hij heeft wel meer shit dan ik, dus ja. Oh well. En zijn huis ziet er ook beter uit. Goed, ik weet trouwens niet of dat een tijdelijk huis wordt voor mij, of dat ik het ga... Ik ga het sowieso uitbreiden. Dus ik denk dat ik het huis gewoon hou en gewoon een fucking gigantisch netwerk van huisjes ervan maken. Zo, dat heeft veel, ik zie wel. Boeien, het geeft me onderdak en het geeft me voedsel. Maar dan komen we zo meteen op terug. Oh, kijk, daar is nog een schaap. Dan hebben we 13 wol. Hoe de fuck zijn we aan 11 wol gekomen? Dan heeft 1 schaap heeft dus een niet even aantal wol gegeven. Fucking bastard. Of ik heb er 1 gemist, dat zou kunnen. Wat erg onwaarschijnlijk is, aangezien dit stukjes wol op elkaar droppen, ongeveer. Of nou ja, op elkaar, ja. Ish, vlak bij elkaar. Oh, wacht, hey, what the fuck, dat schaap gaf er 3. Oké, dat is dus gewoon random. Ik dacht dat schapen er altijd 2 gaven, maar nee, oké, dan niet. Ik heb een beetje een droge mond.
Uitspraak is een beetje moeilijk op het moment. En ik ben te lui om naar beneden te gaan. Oh, fuck me. Auw. Enige voedsel dat ik gebruik is baked potato. Ik heb een potato farm thuis. Het is niet erg groot, maar it does the job. Het werkt. En ik heb, weet ik veel, iets van 8 stacks of baked potatoes. Dus ja, 8 stacks gebakken aardappelen. Dus daar zit wel snor. En ja, ik heb geen gigantische automated sugarcane farms of wheat farms of whatever, pumpkin, melon. Nee, ik heb gewoon lekker basic, met de hand, arbeidsintensief werk. Creeper. Hey. Oké, volgens mij is dat wel genoeg wol. We gaan terug naar het huis. Kan ik jullie dat even laten zien? Laten zien wat ik heb. Misschien nog even heel snel mijn mine laten zien. En dan is dat wel dit. Dan is dat gewoon een mooi einde van deze video, denk ik. Geen zorgen, hij duurt nog wel even hoor. We zijn precies van 6,5 minuut bezig. Hier haal ik mijn sugarcane's vandaan. Ook stelt dat niet zo heel veel voor. Dit is dus waar ik de wol voor nodig heb. Dit is mijn huis, dit is mijn potato farm. Ik zei al, het ziet er niet echt briljant uit of zo, maar ja, het werkt. En daar gaat het om. Goed, dan ga ik nu eventjes naar boven om... Even kijken, Kingo is online, dus ik kan niet slapen. Ik zeg weer Kingo. Oké, soms ga ik Kingo zeggen, soms ga ik Congo zeggen. Goed, dit is een beetje de mining supplies die ik heb. Ik heb het een beetje gesorteerd. Mining supplies, 13 diamonds, wat iron ingots. En ik moet er 5 hebben voor een nieuwe. Alhoewel, ik moet eigenlijk een hele nieuwe set maken, dus ik gooi de rest gewoon weg. De rest van de gear. Goed, hier heb ik wat baked potatoes. Sugarcane, leaves, lily pads, seeds, oak saplings, spruce saplings, flowers, rose red. Dat ga ik nodig hebben. 19. Even kijken. Zo. For fuck's sake. En klaar. Wacht. Ik ga ook eten nodig hebben. Mijn eten is op. En voilà. Hey, perfecto. Of zoiets. Even kijken. Birch saplings. Dat zit ook wel goed. Ook. Wat is dit? Birch leaves. Oké, die had ik nog niet. Nog meer sugarcane. Even kijken. Voor de rest heb ik wat hout. Bollocks. Ik weet dat het sorteren is een beetje saai, maar ik wil het nou eenmaal gewoon gesorteerd houden. En ja, dat ziet er mooier uit en is alles makkelijker te vinden. Cobblestone, daar heb ik een hele hoop van. Ik heb behoorlijk gemined. Waarom heb ik een enchanted golden chestplate? Nou, die heeft een zombie net gedropt. Dus ja. Bones, alstublieft. String. Arrows. Wol, die moet ik bij me houden. Gunpowder kan erin. Meat kan erin. Flash, hetzelfde. Volgens mij is dat hem wel. Denk ik. Oh, deze kan in de junk chest. De schaar. Dus ja, ik heb dit. Ik heb dit. Als je wil zien wat erin zit, moet je hem gewoon even op pauze zetten. Een beetje cobblestone en shit. Een beetje hout. Een beetje random shit, dirt, gravel, sand en flint. Mining supplies, een beetje alles wat uit de grond komt en wat enige waarde heeft. En dit zijn herbs en food. Herbs en food. Of food en herbs. Anyway. Goed, eventjes dit afmaken. Zo. Die weg. Dit weg. Heel mooi. Tik. Tik. Sesam open nu. Briljant. Pressure plates. Sorted. Mooi. Dat gaan we nu ook even snel bij die andere doen. Shit, ik hoop dat ik genoeg wol heb. Ik denk het wel. Ja, ik heb meer dan genoeg wol. Iron door. Iron door. De server is trouwens gewoon in Minecraft 1.6.4. En ik kan jullie helaas niet de IP geven. Omdat deze server whitelisted is. Dus ook al zou ik jullie de... Ik ga jullie niet de IP geven. Het is niet mijn server en het is ook niet de bedoeling. Want ik denk dat jullie ook wel voor kunnen stellen dat als we... For fuck's sake! Dat als iedereen toegelaten zou worden op deze server,
dat het gewoon één complete chaos zou worden. Dus, dat doen we niet. Ja, dus ik ga de IP niet geven. En als ik hem wel zou geven, zou je er nog niks aan hebben, omdat de server gewhitelist is. Sorry. Het is... Oh, wacht, ik heb niet genoeg vol. Shit! Bollocks. Ik heb hier nog 4 nodig. En heb ik daar nog, weet ik veel hoeveel nodig. For fuck's sake. Misschien heb ik genoeg string om wol te maken. Ik hoop het maar. Oh, wacht. Ik kan meteen dit weggooien. Samen met de golden chestplate. Waarschijnlijk komt er nu een wijsneus die zegt dat ik het had kunnen repairen of zo. Well, go and fuck yourself. Want Bob repaired niets. Nou ja, later misschien wel. Die shovel zou ik moeten repairen. Die is fucking goed. Even kijken, had ik nog meer nodig? Helm. En klaar. Zo, compleet een nieuwe set. Even kijken. 5 wol. Net genoeg voor 1 rij en eentje extra. Goed, nou de schapen die schijn. De schapen zijn op dit moment geschoren. Kingo is nog steeds online. Dus ik kan niet slapen. Dus ja, die zijn geschoren, daar kunnen we niks doen. Dus dan ga ik jullie maar even mijn mine laten zien. Of nou ja, mine. Een soort van mine waar ik de diamonds en de rest vandaan heb. Minecart track naar beneden omdat ik niet hou van lopen. En voilà. Briljant. Goed, hier zat een natural cave. Hier ben ik gewoon ingegaan. Ik heb een soort, hoe noem je dat ook weer? Mine shaft heb ik gemaakt. Volgens mij noem je het zo. Dat je telkens 2 blokjes overslaat of zo. Even kijken. Zo heb ik het gedaan. 2 tussen telkens en gewoon doorgemined. Goed, dat heb ik ook hier gedaan. Beetje op verschillende levels, verschillende hoogtes. Precies hetzelfde. Dit is trouwens gewoon vanilla Minecraft 1.6.4. En zelfs met de vanilla texture pack. Blablabla. Spreek voor zichzelf. Hier heb ik... wat heb ik hier gedaan? Oké, hier heb ik gewoon 1 lange rechte tunnel gegraven. 3 bij 2. En volgens mij heb ik dat hier ook gedaan. Ja, 3 bij 2. 1 rechte lange tunnel. Die heel ver doorloopt. En dat is eigenlijk mijn mine. Dus hier heb ik veel tijd doorgebracht. Deze tactiek vind ik het fijnst, denk ik. Hiermee vind ik de meeste diamonds en andere prut. Beetje mineshafts en zo. En dat is het moment wat ik te zien heb aan jullie. Wat ik te laten zien heb aan jullie. Voor de rest is er niet heel veel. Ik heb ook nog niet zo heel veel gedaan op deze server. Ik zit er ook niet ongelooflijk veel op. De rest is een behoorlijk stuk verder. Daar zal ik ook nog wel een soort house tour van doen. Gewoon een keer hun huis bezoeken, want dan kan ik ook gewoon naar binnen. En we hebben allemaal genoeg discipline om elkaar stuff niet te jatten. Wel worden er eens pranks gehouden volgens mij. Daar ben ik nog niet van op de hoogte, maar daar kom ik snel genoeg achter denk ik. Of vrees ik. Dus anyway, bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, even een groen duimpje. En laat een comment achter. Even zeggen wat je ervan vindt. En abonneer op mijn kanaal. Volg op Twitter, @officialbakerbob. En dan bedank ik jullie nogmaals voor het kijken. En dan zie ik jullie vrijdag weer met een nieuwe video van whatever. Of dit, of de Minecraft Vanilla Let's Play, of iets anders. Bedankt voor het kijken en tot dan. Peace.